Op dit moment hebben we de binnenkant van de Hilmerhoeker zijn we in kaart aan het brengen. Dus de machinekamer en de ruimen. Je ziet dat in de machinekamer dat alles hard achteruit gaat. Eigenlijk de machinerie die hangt aan een paar bouten vast, dat komt een keer naar beneden. En wij willen dat vastleggen voordat dat gebeurd is eigenlijk. En we zijn andere wrakken in kaart aan het brengen. We zijn toevallig gisteren begonnen met Our Confidence. Eigenlijk een zeer interessant wrak, dat ligt in Harbor Village. En dat is in 2003 gezonken. Dat heeft in 1945, in de oorlog, heeft het nog vluchtelingen overgebracht. Is uiteindelijk afgezonken hier in Harbor Village. En dat was in 2003 een mooi boot. En we zijn er nog mee bezig, maar je kan op het scherm zien dat het langzaam ook eigenlijk snel achteruit gaat. En we proberen nu alle wrakken die er zijn vast te leggen in een 3D-model. En die uiteindelijk ook in onze virtual reality tour te koppelen. Zodat je daar wat herinnering aan hebt. Laten we toch even bij de Hilmerhoeker blijven. Je zei net, je was binnen met de machinekamer. Maar met wat betreft het hele schip zelf, hoe gaat het omheen? Ja, je ziet dat het langzaam ook aan het omvallen is. Hè? Je ziet dat die slechter wordt. Dus de stuurhut die wordt langs in elkaar gedeukt. De masten waar die op ligt, die beginnen door te buigen. En ik voorspel dat hij een keertje op zijn kop gaat als er niks gebeurt. Als jullie deze projecten maken, wat is de bedoeling hiervoor? We hebben een aantal doelen. Eigenlijk heel simpel. De eerste doelstelling is, er gebeuren onder water twee dingen. De wrakken gaan achteruit en het koraal dat hangt er vanaf hoe we ermee omgaan. Dus ons doel is om te laten zien hoe de wrakken eigenlijk op dit moment zijn. Dus je creëert eigenlijk wat we noemen een baseline. Hè? Dus je creëert een afspiegeling van de werkelijkheid op dit moment. En dat geldt ook voor het koraal. En dat willen we breed beschikbaar maken voor duikers en voor niet-duikers. Dus zo hebben we dat virtual reality model gemaakt. Dat willen we uiteindelijk ook dat het op het eiland beschikbaar komt. Zodat ook niet-duikers er doorheen kunnen lopen. We hebben een duikkaart gemaakt. We hebben een samenwerking met Dive Friends opgestart. En de bedoeling is ook dat duikers die kaart kunnen gaan gebruiken om te zien waar ze op duiken. Maar ook de risico's van het wrak te kunnen inschatten. Ja. Martijn is druk bezig met het maken van de foto's. Hangt dicht tegen het object aan. Ik zit er een paar meter achter en hou onze veiligheid in de gaten. Diepte, tijd, voorraad lucht bij ons hebben. Dat wil ik van ouds. Laat ik zo zeggen, normaal duik uit twee keer per dag. Nu hebben we maar elke dag één duik gedaan. We hebben wat afspraken. En ook een beetje relaxen toch? Jullie hebben ook deze keer een mooie instructiedivekaart voor de divers. Vertel ons een beetje meer over deze kaarten. Deze kaart geeft een goed beeld van het wrak. Het geeft ook aan de situatie van het wrak. En het geeft ook aan de veiligheid waar je rekening mee moet houden. Het enige advies dat wij aan duikers kunnen geven is, ga het wrak niet in. Want de situatie is zodanig dat er elk moment bij een verkeerde beweging of maar iets aan te raken, dat er iets naar beneden komt. En dat wil je niet. En het gevaar dat je de weg kwijtraakt. Je ziet ook duidelijk op de duikkaart dat de route is buitenlangs. Ja. Er staat geen enkele pijl die naar binnen wijst dat je het wrak in moet gaan. Deze kaarten, waar zijn ze verkrijgbaar? Ze zijn verkrijgbaar bij Dive Friends. Particulieren kunnen de kaart kopen. Maar ook andere duikscholen op het eiland, business to business, kunnen ook kaarten bij Dive Friends bestellen.